Zeven landbouwcoöperaties in het district Nkeri hebben zaterdagmiddag sleutels gekregen van 13 tractoren die voornamelijk gebruikt zullen worden voor het bewerken van rijstvelden. De overheid heeft 25% van de kosten voor deze machines gefinancierd, terwijl de coöperatie zelf de overige 75% zullen betalen. De coöperaties hebben elk ongeveer 4 miljoen Surinaamse dollar geleend via het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness. Deze lening moet over 8 seizoenen worden terugbetaald met een rente van 5,5% en een aflossingsvrije periode van 10 maanden. Naast de tractoren omvat het project ook graafmachines en combines die onder dezelfde voorwaarden beschikbaar worden gesteld aan de landbouwcoöperaties in Nkeri. Minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij hoopt met dit project de beperkte beschikbaarheid van machines in de rijsector te verbeteren. Er zijn 7 gevallen van 60 tractoren in totaal, 35 combines, 17 graafmachines die nog moeten komen, waarvoor de regering alle goedkeuring heeft gegeven voor die 25% aanbetaling van de 3,9 miljoen Amerikaanse dollar. En die gaan komen. Gaandeweg de rit, omdat ze nu allemaal in één keer al die machines hier hebben, als al bruja, helemaal. We gaan nu langzaam een zaakje opbouwen, zodat we zover zijn qua capaciteit om het aan te kunnen. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat er met de nieuwe machines veel mogelijkheden zijn voor Suriname om de productie te verhogen. Hij benadrukte dat Suriname alles in huis heeft om voedsel te produceren voor de wereld. Door moderne technologie, wetenschappelijk onderzoek en samenwerking kunnen we onze economie versterken, zegt het staatshoofd. Eraan toevoegend dat de dreigingen die met klimaatverandering meekomen ons dwingen om innovatief te zijn in de productiesector. Wat stel je voor dat inderdaad droogte verder gaat toenemen? Dan moeten wij samen zitten met alle deskundigheid wat we hebben om na te gaan welke andere soorten van producten kunnen wij verbouwen met de nieuwe omstandigheden. En dat is de uitdaging die we hebben. En dan moeten we samen daarover discussiëren met moderne technologie. Maar als we die moderne technologie daar willen hebben, die kennis willen hebben, die deskundigheid willen hebben, dan moeten onze jongeren stimuleren om te gaan studeren in die agrarische sector. Die agrarische instituten opleiden moeten terug. Dat is de opdracht aan de minister van Onderwijs en ook aan LVV. Deze machines zullen door de coöperaties tegen betaling aan hun leden worden ingezet. En moeten er ook voor zorgen dat de prijzen voor grondbewerking in de rijsector omlaag gaan. Dit zal ertoe leiden dat de boer zijn kostprijs verlaagt en daardoor meer winst overhoudt na de verkoop van zijn paddy.